Hey, hasta no se chiama, hasta no se chiama, hasta no se chiama. Incredibile. Avete l'eudita gialluna, l'eudita gialluna, avete e gialluna nobo. Che me è nostra l'eudita gialluna, però toch non sa e non sa obbliga di bini riba giawips con un programma nobo di gialluna, che me ave riba giawips sta e gialluna nobo. Hey, hondo che non sa ave, nostri in Kenji Gorei tambe, elen kamenti ki aveta me den den skolpa sobra ele butami habri presmo worden buku mi sa buska engelse worden ke kone pa vero mi no kai atras po sobra ja eti kumi no 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 ta inglese nosta papia of holandes nosti me wake me en hey Kenji welkom dit is Jaluna maandag ja dus maar het is vandaag natuurlijk geen maandag. Maar ja, als we dat vandaag moeten doen, dan moet het gebeuren. Ik kan deze kans natuurlijk niet voorbij laten schieten. Dus, hartstikke welkom. Dankjewel. Thanks for having me on, man. ja, en great to have you. Straks gaat het ook klinken als Louis van Gaal Engels. Dus ik hou het gewoon puur op Nederlands. Dus als ik echt niet anders kan, dan zullen we het even zien hoe we dat... is goed. Ja, dus hoe we dat gaan doen. Hey, Kenji, echt leuk dat je er bent. Ik heb natuurlijk ook heel veel vragen, wat ik ook eerder zei. We zien... je ziet een speler die ook best veel gewild is door wat wij nodig hebben in onze Curaçaose nationale elftal. En dan verschijnt opeens een naam, Kenji Gorei, die heeft ja gezegd. Nou vertel, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, eigenlijk, het is een little bit of a crazy story. Ik ga het in Engels zeggen. Ja, doe maar. Dat ik het beter kan uitleggen in Engels. Ja, doe maar. Dus basically, I was on holiday in Dubai. And the boys were selected to go to, I think it was India. Or no, where was it? Or Bali or something like this before the Gold Cup. And I wasn't on that list to go. Thailand? So I was a little... Thailand? I was... Thailand, that was yes. It. And I was a little bit disappointed that I wasn't on the list to go. And I was like... But obviously, I realized, you know, God is in control. You know, this was in my mind, you know, God is in control. I get to go on holiday with my family. Let me just get my mind off it and we'll see what happens. I end up getting a phone call while I was in Dubai. And Remco called me, said, listen, there's a spot open and we really want you to come and come to the Gold Cup. It's the first time we're going to be going to the Gold Cup and it will be a good opportunity for you to come and be with the boys, blah, 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 and to represent Curaçao. So honestly, as I put the phone down, I was like, wow. You know, I was honestly like, wow. And the feeling that I had in my heart was like, this is an opportunity that I can't let go. You know, this is an opportunity that cannot say no to. I remember just knocking on my parents' room in Dubai in the hotel. We were in Alcázar. And I told them, listen, I just got a phone call of Remco and I've just been asked if I want to come and come to the Gold Cup. And I remember my mom being so happy. I remember her jumping up and down saying, yes, yes, yes. You know, being like, this is an amazing opportunity for you. And obviously... It was a great feeling. It was a great feeling. You know, my mom was like, yes, because I want you to go and be with, play for Curaçao, you know, make me proud, make my grandma proud. But eventually they said, you know, you have to make your decision. You know, are you going to wait for Holland? Are you going to wait for England? Are you going to wait for Suriname even? And in my mind, I was like, no, this is an opportunity that I can't let go. And the rest is history, man. I ended up going to the Gold Cup, playing against Jamaica, which was an unbelievable occasion where Gadi scored the unbelievable goal, which I will never forget in my whole life. And I played my first start against the USA, which is one of the biggest moments that Curaçao have had. So it's just been an amazing journey. And I'm really blessed and happy to have made this decision to be a part of this family.
Ik doe het even in het Nederlands, hè, voordat ik... Sorry, maakt niet uit. Je mag het gewoon zo uit een, welke taal je ook prima vindt. Hè. Maar mijn Engels is niet zo goed en straks word ik helemaal getrold en dat soort dingen. Dus, als het nu 2 jaar terug is, want je bent nu ongeveer, speel je ongeveer 2 jaar voor Curaçao, neem ik aan? Ja, dus 2 jaar. Dus de eerste was de Gold Cup. Dus de Gold Cup is al 2 jaar geleden. Ja, precies. Want dat nu... vliegt, hoor. Maar als het nu zou zijn geweest, als je nu zou zijn gebeld, want nu is het ook een beetje anders, hè? Want jouw vader is natuurlijk ook hartstikke druk bezig met het oproepen van allemaal Surinaamse spelers. Hoe zou het nu voor jou zijn als ze 2 jaar daarmee hadden gewacht? Ja, kijk, opportunities in life, they come and go in a moment. Mm-hmm. You know, and it's up to you to take that moment, to take that. And everybody is on their own journey. You know, this is my journey. Yes. And this is what I was supposed to do. This is what God's plan was for my life. I'm just grateful to be playing for Curaçao, to make my mom proud, grandma proud, my family out there proud, and represent a country that is just amazing. And it's something, and it's a country in my heart. While my dad is doing amazing things at Suriname, doet het heel goed daar. Yeah. Big projects happening and some amazing players also, great players on the list. So it's exciting times for both of us. And I can feel we're both living each other's life, but we're both living separate, you know? It's like he's doing with Suriname, I'm with Curaçao, and that's the reality that we live in right now. Is het geen probleem dat je nu bijvoorbeeld geen roti krijgt en nu dat je echt hutspot en kadoosje moet gaan eten? Ik zeg het je eerlijk, Surinaams eten vind ik wel lekker. Nee, dat snap ik ook. Het is ook hartstikke lekker. Nee, maar het zijn altijd vragen dat ik ook dat bij mij opkomt. Hè. En, maar om ook eerlijk te zeggen, toen je net, hoe je net sprak, moet ik, ik zal niet daaromheen draaien, maar ik kreeg gewoon kippenvel. Ook hoe je dat ook met zoveel enthousiasme ook vertelt. Van nou, dat is waarvoor ik heb gekozen. En soms hoor je van heel veel spelers. Oh, ik moet over nadenken. Ik weet nog niet zeker of het... En dan denk ik van... Dit is wat wij van Curaçao heel graag ook willen zien. Ook vanuit de spelerskant. Van hey, wat jij die enthousiasme dat je nu laat horen, dit is precies wat wij van Curaçao ook een beetje zelfs, als ik brutaal mag zijn, zelfs mag eisen van, hey, dit willen wij zien. Dus echt complimenten naar jou toe, Kentje. Echt mijn complimenten. Super. Dankjewel. It means a lot, man. Ja. En je vertelde net ook, en die goal dat Jurrien Gari toen had gemaakt. Nou, jij had het toen ook ervaren natuurlijk, hè? In een stadion en zo. Kan je nog meer daarover praten? Hey, dit is een moment die ik nooit... Ik krijg gewoon kippenvel ervan. Ja, dat snap ik. Dit moment, ik zeg... Gari is ook grappig, hè. Gari is echt... Dus every time I see Gari, nu, zeg ik dankjewel. Thank you. Voor dit moment nog steeds. Ja. Later tot nu toe, als ik hem app of zo, zeg ik nog steeds thanks, man. Weet je wat? Hey, dit moment is a moment that I will never forget in my life. You know, a moment that we just needed that goal. And we were pushing. And we nearly even got the winner met Elson. No. Elson nearly got the winner. And yeah, it was echt an unbelievable moment. We all shouting up and down. It's words are indescribable, you know, this feeling, because you're doing it for a bigger purpose, you know, you're doing it for you, of course, you're doing it for the team, but when you're realizing that you're doing it for a country, you know, that is an undersort gevoel. And I never really understood that feeling until I was stood there, until I was on that pitch, until I actually stepped and put my shirt on and stepped onto the pitch. With that feeling, and that's something that you cannot describe. It's a feeling that you can't describe, and but that moment I will always remember for the rest of my life, man. One of the greatest moments that I've had so far in my career. No, great. Ik vind het hartstikke ook goed om dat ook te horen. En
Wat ik ook een beetje dat, daarmee kan vergelijken, is ook de ene goal dat Sontje Hooy toen had gemaakt. En dat was ook, ik woon natuurlijk hier in Nederland. En nou ja, dan heb je met tijdverschil te maken. Ik ben, denk ik, bijna de hele nacht ben ik wakker gebleven. En zo ben ik naar mijn werk gegaan zonder te slapen. Dus het was voor mij ook heel veel adrenaline van wauw. En het, inderdaad, dus ik kan het. En jullie waren zelf daar. Dus het is natuurlijk heel goed wat je nu zelf zegt. Echt super, joh. Echt mooi. Ja, ja, echt. Als ik even een terugblik ook doe in jouw carrière. Je hebt ook... je bent in de jeugd, was je bij Manchester City en ook United, Swansea City. En dan heb je ook stappen gemaakt naar senior, naar Swansea. En daarna ben je naar Nederland gegaan, naar ADO. En vervolgens naar Nationaal. Misschien mis ik er nog een team volgens mij. In Engeland mis ik een team. Ja, nog ik was ook nog naar Northampton gegaan. Ja, ja, klopt. Ja. Als je jouw carrière, hè, want je zei net, dat in je leven heb je natuurlijk een doel. En dat alles gebeurt voor een reden. Als je naar je hele tijdlijn kijkt, hoe verloopt het? Wow, man. It's a great question. And echt, everywhere that I've been... I've learned so much about myself and so much about the world and also the football world. You know, ik ben een guy that I've always loved football. Football has been the love, you know, and I've been blessed to have this talent. You know, God's blessed me with this talent. And my goal is to really get the most out of the talent that God has blessed me with, you know, and that comes with, you know, football's not easy. Football is not always easy. People on the outside might look at it as easy. You know, what's he got to complain about? Look at this, look at that. But it's not always easy. And what I saw in my career is that everywhere that I went, I learned so much about myself. So at United, it was like every single age group, I made it. You know, I made from the under 6 to the under 7 to the under 8. Every single age group, I made it. I made it. I made it. And I didn't make it because I was the best talent. You know, I was never the best talented guy. I wasn't that guy. So any footballer maybe listening to this, like, I was never that guy. You know, there was never that guy that was, hey, Kenji, you're going to play in the first team. You know, I wasn't that guy. But every single year I made it. You know, I was working hard. And when it gets to a certain age group where players start, your friends that you've been around start to fall away, but you're still making it. It's like, hey, I'm getting closer. I'm getting closer. I'm getting closer. And I remember getting to under 18s. And now I'm signed my two-year deal under 18s. Now we're training every day, training with some unbelievable players at the time. You know, we had an amazing age group. With amazing coaches as well. But something that really hit me was after the 2 years, you know, after the 2 years, I can remember going into Sir Alex Ferguson's office and he said to me, he said, listen, Kenji, I'm not going to give you a new contract because I can give you a new deal right now, but it's not going to do you any good as you're not going to get as much game time. There's a lot of wingers. And at that time, they were buying Adnan Januzaj. They had so many players, you know, so many players in my position that I wasn't going to get the opportunity. So Sir Alex Ferguson was really honest with me, and I respect him to this day for being so honest and really made me feel good. But even in myself, that was one of the biggest learning curves was that, listen, who are you? Because now my identity as a footballer gets taken away from me. Mm-hmm. You know, I don't have a contract. Now I'm clubless. Yeah. So I'm thinking, wait, who is Kenji? You know, like my friends, what am I going to tell my friends? What am I going to tell my family? Like, I don't know what to say to them because I don't know who I am. You know, I don't know who I am. And it's difficult when you have that pressure from that sort of things, when people see you as a certain guy. You know, people saw me as Kenji Gorry, the footballer that plays for United, and suddenly I'm not that guy anymore. I started to ask myself, like, who am I? So that was my biggest learning from being at United, being let go at United. And now it's going into that world, you know, and I can remember my dad saying to me, when one door closes, another one opens. And that's when I realized, okay, I'm at the top.
the only way is down. Like, and my dad said to me, tell me where you want to go. What is it that you want to do? So I looked at every single club beneath Manchester United. And I said to myself, where do I want to go? And I wrote down three clubs and I end up signing for Swansea with my first professional contract. Mm-hmm. And this stage, I'm turning from man, from boy to man. Yeah, I can imagine that, man. Yes. So now imagine that I've signed my professional contract. I'm living in a penthouse in Swansea, living on my own. Now I've got my own responsibilities. I've got to pay for my own bills, got my own things that I need. I've cleaned my own house, got to cook. Own problems. Own problems. And I'm thinking, wait, you know, like it came with so much, because even though there was, I had amazing guidance there. There was always Dutch guys there to help me. Jonno de Guzman was there, Dwight Tindalli. There was always Dutch players that really took me under their wing and that looked after me as well. And I can really just remember, like, that's when I turned from boy to man, you know, and that's when I start to really ask myself, this is like, I want to be the best football that I can be. And also that's when it's like, okay, I'm in the under 23s now. I was scoring a lot of goals. I was playing, performing well, and I want to play in the first team. But to get in that first team, you know, it's not, you're competing against world-class players, you know, yes. World-class players, Nathan Dyer, Wayne Routledge, that have been there for years, that have played in the Premier League for so many years. And that was my competition. So being that, you know, it was 5 years, and I can remember just making my Premier League debut. And that was a moment that I was like, wow, like finally, you know, I worked so hard. I did everything in my power to make this happen. And I made my Premier League debut, which is a moment that a proud moment, all the sacrifices, everything that I went through, paid off. And then you go to okay, I want to be playing every week. You know, this game is nice, but I want to play every week. So I can remember Henk Fraser, he called me up. He said, listen, we really want you here in Ado. I've watched you play, and you're going to fit straight in. And you know, you're going to make a big impact here and blah, 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 blah. And I said, this feels really good. You know, it feels really good. And I ended up making the decision to go to Ado Den Haag to get game time. Mm-hmm. And that was another reality check for me, you know, where I go to Ado, I expect to play and I don't play. And this was such a kick in the teeth, you can never place trust in a manager rather than placing that trust in yourself. Yes. Like I was expecting to play rather than, you know, showing him and doing things that I needed to do to get into that team, you know? So yeah, it was a long process. I learned a lot about myself in that time in Holland. It was probably the hardest time of my life to this point. Learned a lot about myself, but like I said, then I go back to Swansea, was on the bench for the last five games, and I go on loan to Northampton, which was another crazy experience where I'm playing now in League One. You know, football's completely different. I'm used to playing from the back, and now it's long balls, second balls, fight. And I saw guys there that are fighting now for their family. You know, they're fighting for food on the table. So I saw a complete different perspective on football. You know, I thought football was just to enjoy. I want to play on the weekend. I never saw this depth to it. So yeah, that was my learning at Northampton. You know, I just learned that, hey, football, you got to do this. Like, this means... people's life, like this is a life thing. And then so everywhere that I went, I learned something, you know. And now I'm going to Nacional, where I'm at now, and this has been the biggest growth of my life, you know. This has been where I've realized that I'm way more than just a footballer, you know. It's not just when you look at, like, I don't want people to look at me and just think, oh, that's Kenji, a footballer. That is not me. That's not who I am. That's not my identity. I'm way more than that. You know, so that's really been the growth out here. Really, really understood who I was, and that's where I'm at right now, man. This is where I'm at in my life, and like to answer your question, every single stage of my career, every single club, I learned something amazing from. En nou ja, goed dat je ook daarover zegt, hè, want dan ga je dan en dan word je natuurlijk ook opgeroepen, wat wij ook in het begin hadden gezegd over dat je door Remco wordt gebeld. Dan heb je natuurlijk ook een soort waardering natuurlijk ook voor
voor Remco. En dan hoor je opeens het nieuws dat hij niet meer de head coach is. Hoe ervaar je dat? Yeah, it was a surprise for me, to be honest. Like when I saw the news, I was very surprised. I think it was really close to the call ups again, to when we were going to meet with the team. So I think it was a big surprise. But then again, you know, that's football, man. Yes. That's the reality of what we live. You know, one day you're the king, the next you're forgotten about. And that's the reality, even though I was, you know, I have, it's not always easy, you know, it's not always easy to go through these things and to see these things happening, but it's not in my control. I don't make the decisions. No. All I can do is focus on me, you know? So, it was a surprise for me. But at the end of the day, that's football, man. That's true. Maar dan word je opgeroepen en je bent ook een rechter vleugelspeler, hè? Dus, ja, ik ben een vleugelspeler, ja, links of rechts. Ja, links of rechts. Nou, dan staan ook twee hartstikke pilaren daar. Dan heb je Guevaro, die natuurlijk ook hartstikke veel doelpunten maakt. En dan heb je aan de andere kant soms ook Jorginho. En die heb ik laatst ook mee gesproken. En dan heb je die spelers... Heb je links of rechts? En dan ben je ook erbij. En dan denk je van, oké, krijg je dan speelminuten? Was het niet bij jou opgekomen van, oké, krijg ik speelminuten? Want natuurlijk, jullie zijn allemaal geselecteerd. En met allemaal hartstikke veel talenten en kwaliteiten. En dan kwam je op het gedeelte van, je wilt ook spelen als je je shirt natuurlijk draagt. Ja, als je 's ochtends wakker wordt, dan denk je van... Hey, vandaag wil ik graag die twee doelpunten scoren. Maar dan krijg je de kans niet. Was het bij jou ook opgekomen dat je misschien helemaal geen enkele speelminuut zou krijgen? Honestly, you always want to play. Dat is het. Yeah. Voetballer wil je spelen. Yeah. It's like, you wanna, it's like having a sweet... And you're not being able to eat it, but you have it in your hand. Yeah. You know, it's like it's there. You want to eat it. You want to be rewarded for what you're training and doing every day. And it's not always easy. It is moeilijk. It's hard to do that. But what I've realized is it's bigger than me. You know, it's bigger than me. And people make decisions that maybe you don't agree with. Maybe I don't agree with this decision. But all I can do is work hard and show the coach that I am ready. Show the coach that I want to play. Show the coach that I've got the ability to play. And then ultimately, it's up to the coach to make that decision. But what one thing that I love about Curaçao is that we're all a family. You know, we're all a family. And we're all going for that goal of winning the game. You know, and that's all that matters. It's not about this guy or this guy has to play or this guy has to play. It's like whoever the coach picks, everybody will support that. And we go from there and we win the game. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel herkenbaar wat je ook allemaal zegt. Hè? Want het is natuurlijk ook één grote familie. En ongeacht als je naar Curaçao één keer bent geweest, dat je ook altijd zo'n warm gevoel zou krijgen. Hè? En ja. dan kom je daar ook aan. Ja, dus jouw eerste moment dat je ook bent opgeroepen en dan kom je eindelijk op Curaçao aan. Hoe word je daar ontvangen? Kan je dat ook zo omschrijven? Is dat ook een bepaalde feeling dat je daarbij kan omschrijven? Van, hoe heb je dat ervaren? Ja, het was echt een hele, hele mooie moment voor mij. En dat het gewoon zegt, like, welcome to Curaçao. It was so mooi. And to just know that everybody's so proud of us. You know, I can remember we did so well in the Gold Cup, and then after that we went to there, and yeah, just to know that everybody's there and supporting us and feeling that feeling with us, and yeah, it was an amazing experience, honestly, just to come to Curaçao and to feel that it was echt top, it was echt a top moment. Maar ja, nu komen jullie ook terug, hè? Nu ga je weer, jullie gaan nu ook jullie vliegen daar naartoe, allemaal. Jullie gaan met verschillende vluchten dan naartoe. De ene die misschien twee, eerst drie. Dus heel erg verschillend, toch? In vergelijking met voorheen. Maar nu kom je ook in een soort bubbel terecht. Mm-hmm. Misschien is het ook goed dat jij
dat gevoel ook kan omschrijven hoe dat voor jou is. Want het is wat je ook zei in onze interview hier, met mensen beseffen dat ze staan niet bij stil van hey, je bent een voetballer, je kan overal naartoe, maar nu zit je echt in een bubbel. Met tests de hele tijd, hier en daar. En dit moet gebeuren, je mag met die niet spreken. Want als dat gebeurt, word je ook, kan het zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan zo zijn dat je dan ook besmet kan raken. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor jouw eigen gezondheid. En die van jouw hele team, waardoor jouw hele wedstrijd wordt afgelast of niet. Snap je? Dus het zijn heel erg veel gevolgen. En nou ja, zou jij nu de bubbel die je in straks inkomt, ook omschrijven? Ja, ik denk, you know, the thing is, football's changed. Football's changed, you know, it's not the same, fans are not there, you know, football is completely different now. But, you know, to go into that bubble is just, the goal is to win the two games, you know, and that's the reason why we're going there. It's nice, you know, with all these extra things and to do what, but that's life right now, you know, this lockdown. The world's on lockdown, like yeah. it's the reality of the life that we're living right now. So I think it's something I can't wait to go back on the island. I can't wait to meet up with the boys again. But I think we're in this new normal. You know, this is like we're going into a bubble. It's like it's normal. Yeah, it's normal. We've lived it for nearly 2 years now, or no, a year. A year. Yeah. Nou ja, misschien is het bij jou langer dat je daar in die bubbel leeft, hè? Maar voor ons is het 1 jaar, hoor. Nee, ja, 2 jaar. Ja. Nee, maar ik snap het. Het duurt natuurlijk heel lang en alles, hè. En we hadden het ook over dat je nu, voorheen had je Remco als jouw coach, jouw head coach. En nu heb je te maken met Guus Hiddink. Ja. Hoe is dat voor jou als voetballer om ook zo'n toptrainer als Guus te hebben? Voor mij is het is echt top. Het is echt top to have somebody that's experienced the world's best, that's coached the world's best, and to now be my coach is amazing. You know, so I can't wait to learn things from him. I can't wait to see how he's gonna be. You know, we did meet on the last trip, which was a really good trip. But now it's games. You know, that was a training. Now it's games. So I'm really looking forward to how he's going to coach us, what he's going to do, and how he's going to really be with the boys. Heb je ook een enig idee welke spel, welke formatie hij gaat spelen? Dus misschien 4-5-1, 4-4-2, 4-3-3. Heb je ook een beeld welke formatie hij met jullie gaat spelen? So when we were there, you know, he coached us a little bit, you know, here and there, his pointers and what he wants from certain players and what areas they want them to be in. But you know, with formations and stuff like that, you know, every game can be different. You know, a coach can suddenly play one formation or change to another. Like, I think we will find out when it comes to the game. Yeah, that is ook zo. Dan heb je ook twee wedstrijden. Je hebt straks te maken met Cuba. Heb je ook gezien wat je allemaal mee krijgt? Mijn vraagstelling was net te goed. Wat ik daarmee wil zeggen is, heb je ook gezien hoe jouw tegenstanders zijn? Ik heb nog niet tegen ze gespeeld. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe ze spelen. But I did watch them against Suriname, actually. I watched St. Vincent against Suriname, I think. And they were a hard team, tough team, you know, wanting to fight. So, yeah, we're looking forward to it, man. We're looking forward to it. Ja, nee, dat kan ik me best voorstellen, natuurlijk. En nou ja, ik denk, jullie hebben ook natuurlijk een hele mooi doel voor ogen, natuurlijk. Om WK te bereiken. Nou denk ik van, stel je voor dat je straks WK hebt bereikt en dat je opeens niet wordt opgeroepen om verder te gaan naar het WK. Hoe zou je dat ervaren? Ja, ik denk, you know, you can't really live in the future like that. Nee. You know, I'm not really, my mind doesn't go there. Nee. My mind doesn't go there. Nee, ik snap het.
you know, how amazing it would be if we did qualify and I did go. You know, that's where my mind my mind goes to the other place. Nee, so, okay, that is a goeie. That is a goeie. Okay, okay. maar om eerlijk te zijn, om serieus te zijn, that is, like, it's not really what I'm focusing on. You know? Nee, it's dat like, snap ik ook. I'm really focusing on these next two games. Win these next two games, then it's the, you know, then it's the next qualifiers, and then with that's our focus. Our focus is this next game. Obviously, that's our main goal. The main goal is to go to the World Cup. Yeah. But now that these little goals, we have to overcome them. We have to win them, and then we'll see when we get there. You know, we don't know where life's gonna take us, man. Nee, we might be on lockdown 25 then. Nee, ik snap het. Nee, je bent goed. Nee, ik probeer natuurlijk te vissen en kijken wat ik los kan krijgen natuurlijk. Hè? Even, nee, maar prima. Oké. Nee, dat snap ik. Maar oké, je bent dus, als ik ook zo goed begrijp, dan ben je natuurlijk heel erg gefocust. Om die twee wedstrijden die je nu straks gaat spelen, of dat jullie bij elkaar zijn. Dan heb ik dan daarover ook een vraag, want ik had gezien dat er ook heel veel spelers van, even zien, Comebol, die hebben al die wedstrijden, van die kwalificatiewedstrijden, zijn afgelast, omdat wat ik had begrepen, of het klopt, weet ik niet zo goed, maar dat ze niet toestemming hebben gekregen, dat spelers niet toestemming hebben gekregen van hun clubs, om voor Comebol uit te komen. En nu vraag ik me af, en hoe kan het zijn dat ze wel voor CONCACAF en dat ze daarvoor de toestemming hebben gegeven? Want nu vliegen jullie van Europa naar Amerika. Dus continent natuurlijk. Maar is daar... Ik heb geen idee. Dat moet je aan de government vragen. Ja... Ja, precies. Daar heb ik geen idee over. Nee, precies. Nee, maar dat was gewoon... Het zijn gewoon vragen. Je hebt soms heel veel vragen van die onduidelijkheden... dat je soms niet heel goed begrijpt. Hè? Mm. Als ik... stel dat je nu eerste wedstrijd speelt. Ik heb niet zo helder welke wedstrijd eerst is. Hè, maar stel dat je eerste wedstrijd speelt. Hoeveel goals... Kan ik jou... zullen we wedden dat jij... dat je zegt van... Oké, hiervoor ga ik me inzetten. Hè, want je bent heel gefocust als ik, en heel relaxed als ik zo met jou praat. En dan denk ik van... Oké, dus dat betekent dat je ook een doel voor ogen hebt. En hoeveel goals zet je in... als je wedstrijd speelt? Ja, voor mij is het echt dat ik mijn eerste goal voor Curaçao scoor. I think that's my biggest goal coming to this tournament. And that's my personal goal, you know, for the team is definitely to win the two games. And that is it, to win the two games and really get together again and feel that team spirit. And that's what I'm really looking forward to, man. Okay, dan kun je natuurlijk zo doen, hè. Ik geef jou een shirt van WDB Sport. En dat betekent dat wanneer je dan een goal scoort, dat je even een gele kaart even voor mij pakt. En dat je het zo doet met een WDB-logo. Nee, grapje hoor. Nee, maar tuurlijk. Ik hoor dit natuurlijk vaker van, oké, dit is het beste wat jou ook kan overkomen. En net als Leroy Fer, die ook toen voor het Nederlands elftal had gescoord op een WK. Nou ja, ik denk dat je helemaal uit je dak gaat natuurlijk. Ja, mooi man. Ja, en... even zien, dan gaan we even terug naar dat je nu bij Nationale zit. Hoe bevalt het nu bij jouw huidige club? Ja, I'm loving it here. I think we're on my third season now. And we're doing well in the league. You know, we're doing well. I think we are 11th in the league now. We've dropped down. But the league is very tight. It's mm-hmm. very tight. Goal is to stay in the league. We got relegated two seasons ago, so the goal is to stay in the first league. And I think we got a big game tomorrow against Maritimo, which is a derby on the island. Dat is een grote wedstrijd morgen. Mm-hmm. But our goal is to get the 3 points, man, and to stay in the league. And I'm really enjoying my football out here. I'm really excited to see what my future holds. And yeah, man, all in God's timing.
Ja, nee, dat snap ik ook. En nou ja, je favoriete rugnummer is natuurlijk 11. En I do love it. I do love a number 11, ja. Nou ja, betekent dat je ook Gevaro een beetje moet schudden van, hey, dat is mijn nummer? Of denk je van, nou, wat ik ook krijg, ben ik al blij mee? Nee. Voor Curaçao is 14 mijn nummer. Ja, maar ik bedoel van... 14 is mijn nummer. Ja, voor Curaçao is 14, nee. Maar zou je ook 11 willen hebben? Nee. Niet dat ik echt... ik heb nummer 11 nodig. Gevaro is nu nummer 11. Hij speelt heel goed. Maar voor mij, at the moment, I'm number 14. I'm happy with number 14. I was blessed with that number. My mom loves that. It's one of my mom's favorite numbers as well. Okay. Yeah, man. I know that I'm definitely... It was aligned, you know? It was aligned. Yeah. Die nummer was aligned to me. Ja, nee, beter kan je dan niet krijgen. Nee, dat snap ik. Nou ja, ik denk dat we de meeste nu ook hebben besproken. Echt ook fijn dat je er bent. En ook dat je tijd hebt gemaakt. Je hebt natuurlijk, je zit in je drukke schema's met trainingen en alles. En met je focus op wedstrijden. Dus echt heel hartstikke tof. En nou ja, ik zou echt van genieten als je eerste goal maakt. Dat ik zeker even kan zeggen van, hey, we hebben hier eerder hierover gehad. Dus ik probeer jullie ook allemaal zo te bereiken. Maar niet iedereen die geeft ook reageert op hoe ik jou heb bereikt natuurlijk. Maar maakt niet uit. Ik ben blij nogmaals dat ik jou in ons programma heb gehad. Het is helaas geen maandag, maar dit is een nieuwe maandag. Alles is toch anders. Dus wat maakt het uit, hè? Dat is het. We weten niet eens wat voor dag het is. Precies. Dat maakt niks meer uit. Vandaag eigenlijk. Nee. Maar heb jij een laatste boodschap dat jij ook voor de Curaçaose gemeenschap even wil geven? Ja, to keep supporting us, man. To keep that love, keep that energy. Want it's important to have the people to really support us to our goals. You know, to be positive, to always be behind us. You know, no matter what. I think that's an important message that I want to leave. And we will do our best to get the goals to get to the World Cup. Oh, thank you. Nou, ik zag je dat Kenji Gorey. Nosso papico de echt. Ik ga je hopi loco. Eta laga nos que da aritanto cos. Promenco entrevista tabi nosso papi tabi antiki. E mi te quere tambe. Promenco nosso papi cu Jorginho. E abe nosso papi cu Kenji. E bota mira. Ma maneira ma bisa anterior. E positivismo. Kuta biba de unha dornang. E gana di gana. E pa hunga pa kosau. Ting bob mirele word ik hier duidelijk. Ik heb mijn met een keer in ons toeren word ik hier. Nog zo bang, van ons bang, unie. Lego mij nog pensa, kiko nog meeste pensa over bepaalde dingen. Laat ik ons niet een banden, pas over een bepaalde positivisme dilanti. Pas zo, ave ma papje, ko un hobby. Ko hopi positivo mis. Hopi positivo, ko echt, ko te mira, ko na, shonang. No mita bini paso mike hinka e gole pa kasau paso pra miti un dul dilanti. Kemen, Kenji, echt big up. Big up. En to, next time nos to waka trobe, pa ko kalken dia nos to bole droppa trobe pa un otro interview. Pa nos waka a sigi. Bon? Bon. Nou, ik moest even testen of je nog dat begrijpt, maar goed. ik begrijp niet alles, hè? Nee, dat is prima. Oh, dus dan kan ik slecht over jou praten, hè? Nee, grapje. Nee. Dankjewel. Ja. Dankjewel. En God bless you, man. Ja, bedankt. En ik zeg het wat de andere edition erop die bij Jaluna, riba Jawebs, whatever. Ik zeg het Jaluna Nobo. Dankjewel.